Wethouder reageert op halvering subsidie. Werkzaamheden doorgaande weg in Houten. Nieuwe exploitant voor de Geurpoort. Vorige week heeft u Miel Schreurs, bestuurder van Club 77, in dit programma TV Valkenburg vandaag horen vertellen dat de gemeentelijke subsidie gehalveerd zou worden voor Club 77. Dat zou ook gelden voor tafeltennisvereniging Falco en de jeugdbeweging Broekem. Voor ons reden om verantwoordelijk wethouder Jan van Weer aan de tand te voelen. Wat is waar van die 50% halvering? Nou, dan moet ik even naar uw inleiding gaan. Ik heb niet beraamd om de clubs te korten en ze 10% zomaar af te nemen. Want dat is natuurlijk dat is niet prettig om te doen. Wat we eigenlijk willen is het omgekeerde. We willen het beter doen. We willen beter met het gemeenschapsgeld omgaan. Maar we zijn geconfronteerd geworden met bezuinigingen die we in de volle breedte hebben door moeten voeren. Dat is er gebeurd. Dan is het zo dat onze gemeenteraad, en voorheen in de commissies wordt daar ook over gediscussieerd, daar is gezocht naar mogelijkheden om die bezuinigingen door te voeren. Je kunt twee dingen doen. Je kunt alle tarieven zomaar verhogen. Daar hebben we niet voor gekozen. We hebben dus gekozen om te kijken of we de middelen beter zouden kunnen verdelen. De gemeenteraad heeft daar in feite twee keuzes moeten maken. Dat is een beetje een langere verhaal dan jullie gewend zijn. Er is eerst gedacht van, we gaan een methode bedenken hoe we gaan meten hoeveel subsidie bij welke vereniging terechtkomt. En dat hebben ze de objectieve trechter genoemd. Er wordt gekeken naar het aantal leden, naar de activiteiten en een aantal criteria die gelden daarvoor. Nu even te veel om op te noemen, zodat iedere vereniging eigenlijk gelijk beoordeeld wordt. Ik noem dat zelfs de eerlijke trechter, want het is het eerlijkste dat je iedereen gelijk behandeld en dezelfde overwegingen meeneemt. Dat is punt 1. Dat heeft de raad besloten. Toen heeft de raad besloten om wel te bezuinigen, maar niet verder dan 10%. Want als het meer werd, dat vonden ze te gek. Nou, dat is een sympathiek besluit. Maar die 10% die geldt dan voor het totaal. Het totale beschikbare bedrag, dat hebben we door die objectieve trechter laten zakken. En dat heeft gevolgen gehad voor de diverse verenigingen. Nu uw vraag is, er zijn een aantal vragen, een aantal verenigingen die daardoor wel erg geraakt wordt. En ik heb, zoals u weet, als portefeuillehouder ben ik in feite toch maar het uitvoerend orgaan. En ik heb nu van de raad en van de commissie de opdracht gekregen om expliciet nog even naar die vereniging te kijken. En om samen met ze aan tafel te gaan en om te kijken, te zoeken samen naar een oplossing. Ook tijdens de commissievergadering werd gezegd dat de jeugdbeweging Broekem, tafeltennisvereniging Falco, naast Club 77 gehalveerd zouden worden in de subsidie. U hebt daar 3 jaar op gestudeerd met een extern bedrijf. Had u dat in die 3 jaren niet kunnen zien aankomen? Jawel, maar wat je gedaan hebt, dat is nogmaals zoals ik het vertel. Dat is, we hebben de methode vastgesteld en we hebben vastgesteld dat de totale som van alle subsidies met 10% naar beneden ging. En toen ben je gaan verdelen. En ja, dan kom je tot dit soort resultaten. Daarna is er overigens is dat bekeken door de raad en door de commissies. Er zijn wat vragen geweest, er zijn wat aanpassingen daardoor gemaakt. Daarna is er een inspraakronde geweest van de verenigingen zelf. Daarna hebben we ook wat aanpassingen gedaan. En dit is, we zijn er eigenlijk 4 jaar mee bezig. Mijn voorgangers zijn er ook mee bezig geweest. Het wordt gewoon tijd dat er een keer knopen doorgehaakt worden. We moeten verder. Maar ja goed, dan uiteindelijk op de valreep komen er dan toch nog wat dingen naar voren. En we zijn altijd bereid om er naar te kijken. Want dat is het vreemde eraan. Op de valreep gebeurt dan zoiets. Wat gaat u dan concreet doen met deze verenigingen? Daar heb ik vooraf geen idee van. Het zou ook niet sportief zijn naar de verenigingen toe. Want kijk, wat ik niet zomaar kan doen, en dat moet ik gewoon, kan ik durven ook gewoon te zeggen, dat is, dan geven ze maar gewoon wat erbij. Het is mijn geld niet, het is het geld van de hele gemeenschap en ik zal daar zorgvuldig mee om moeten gaan. En ik zou ze natuurlijk het allerliefste, als we geld zat hier hadden, zou ik ze allemaal het geld geven, het dubbele van wat ze nodig hebben. Dan zouden ze me op het schild door de gemeente dragen. Maar ja, het is dus een mooie taak, maar er zitten ook moeilijke momenten bij. Dat wordt dus heel moeilijk. Dat wordt lastig, ja. Zeker, maar nogmaals, ik heb er wel vertrouwen in dat als je nou gewoon met elkaar aan tafel gaat zitten en de problematiek op tafel legt en kijkt of je samen een oplossing kunt vinden, dan moet je heel kort bij een goede oplossing kunnen komen. Waar een wil is, is immers een weg.
deze doorgaande weg van tussen Broekum en Meersen, die wordt weer heringericht. Enkele jaren geleden zijn er ook al aanpassingen aan deze weg geweest en die hebben niet zoveel uitgericht. Daarom wordt er nu weer zo'n slordige 6 ton tegenaan gegooid om die weg herin te richten. Hoe dat gaat gebeuren, dat ziet u zo meteen aan de hand van beelden die we maken tijdens een inloopmiddag in Hotel La Haye hier in Houten. Maar het roept natuurlijk de vraag op aan de wethouder of hij verwacht dat nu met die extra 6 ton investering wel het resultaat geboekt gaat worden. Nou, deze weg loopt natuurlijk via vanaf de komgrens Valkenburg tot aan de gemeentegrens met Meersen. En wij hebben deze weg in 4 stukken opgedeeld, waarbij we nu de eerste 2 stukken aanpakken qua veiligheid en inrichting. Dit gebeurt natuurlijk ook dankzij de provinciale subsidie buitengoed Geul en Maas. Maar waarom nou net die 2 stukken? Waarom niet alles in 1 keer? Omdat vanuit buitengoed Geul en Maas de verbinding gelegd wordt vanuit het Ingendaal richting Meersen. En dan beginnen we aan deze kant. Je moet aan 1 kant beginnen. We nemen hier ook het stukje mee, het beschermd dorpsgezicht, waar Hoeve Broers gerestaureerd wordt, tot en met de weg naar het spoor. Je moet aan 1 kant beginnen. Deze kant hebben wij voor gekozen. De provincie betaalde ook mee, een heel groot gedeelte zelfs. Wat is hun inbreng? Hun inbreng zit in het leveren van een stukje gebiedsvisie. Er is een gebiedsvisie ontwikkeld voor het hele gebied van buitengoed Geul en Maas. En op basis van die tekeningen wordt deze weg verder ingericht. Mm-hmm. En natuurlijk kunnen de bewoners daarbij een behoorlijke inspraak hebben. Mm-hmm. Waar doet de provincie met name iets aan in deze weg? Nou, noem eens een voorbeeld. We hebben samen met de gemeente een integrale gebiedsvisie gemaakt. En een onderdeel van de integrale gebiedsvisie is de verbindingsas, noemen wij dat. En dat is de as die van Schinnep-Geul tot in Maastricht, Itteren en Borgharen doorloopt. En daar hebben we een soort van principeprofiel voor bedacht. En de gemeente Valkenburg gaat daarmee als eerste aan de slag hier in een mooie Houten. Om te kijken, ja, hoe gaan we om met de kleuren, met de profielbreedte, wat voor banden gaan we gebruiken, hoe gaan we dat inzetten om verkeersveiligheid te bevorderen en dat en zo meer. Ja. Ja, u zei het, inspraak, ik heb het ook al genoemd. Het is vandaag een inloopmiddag hier in Hotel La Haye in Houten. Wat wordt er gedaan met de opmerkingen van de inwoners? Die opmerkingen worden in de eerste plaats allemaal zeer serieus genomen en opgeschreven. Vervolgens wordt ook meteen al gezegd van dat zou kunnen of dit kan helemaal niet. Of daar moeten wij misschien nog eens even met de provincie of met de ontwerpers over praten. En vervolgens zullen wij zoveel mogelijk opmerkingen van bewoners die een positieve invloed hebben op deze weg en de inrichting ervan uiteraard proberen mee te nemen. Dat wordt nog teruggekoppeld met de bewoners? Het uiteindelijke plan wordt aangepast en vervolgens komt er weer een avond waarbij iedereen toch kan komen kijken of zijn specifieke puntjes wel of niet verwerkt zijn. Nou, de werkzaamheden aan de weg door Houten die gaan beginnen na de bouwvak en dat zal ongeveer 30 september zijn. Vandaag, dinsdag 19 april, is het contract ondertekend van de nieuwe exploitant in de Geulpoort in Valkenburg Centrum. Wie is die nieuwe exploitant? Hij stelt zichzelf aan u voor. Mijn naam is Bert Duikaerts en ben directeur van Concepts & More. En wij hebben uiteindelijk de aanbesteding gegund gekregen door onze aanbesteding. Wat zijn uw plannen in de nieuwe Geulpoort? Een prachtig gebouw in historisch Valkenburg, dat moeten we zeker zo laten. Laten we zo zeggen, in het poortgebouw de toren zelf uitzichtbasis. 2, door middel van exposities ook de meerwaarde creëert dat mensen niet alleen naar boven gaan voor het uitzicht, maar ook om een stukje beleving van wat is er nog meer te zien in die toren. Het kan de ene keer zijn een stukje geschiedenis rondom de bokkerijers. De andere keer kan een stukje geschiedenis zijn rondom schildwapens, harnassen. Maar wel gelieerd aan historiciteit. En beneden een brasserietje op het gebied van duurzame nieuwe concepten. Dus de koffies, de thee met veerkruiden, de homemade lemonades, de juices, de smoothies. Echte ouderwetse boterhammen. En met een uitgebreid terras. En links een beetje ook terrasuitbreiding met vooral regiopartners wat we gaan doen. De ene keer zal het zijn wat asperges. In het najaar zal het iets zijn rondom Kerststad, Valkenburg. Maar in feite een totale beleving van alles wat er te zien is. Er is dus elke dag iets te zien, ook met betrekking tot actualiteit en historie.
Daar speelt het heel duidelijk op in. Zoals afgelopen weekend lijkt het mij wel een topzaak als we daar iets hebben over de Amsterdam Gold Race. Over een tijdje zijn we Living Statues, dat we daar toch alweer een aankondiging maken van Living Statues. Een paar weken daarna is de opening van de kei. Dus dat het steeds voor de Valkenburgse bevolking en van buitenaf steeds een toegevoegde waarde is om daar iets te komen bekijken. Uw bedrijf is nog niet eerder werkzaam geweest hier in Valkenburg. Je hebt wel andere vestingen hier in de buurt. Wij hebben wel andere vestigingen hier in de buurt. We doen onder andere voor de Universiteit Maastricht Sports en Events Café, een nieuwe gedeelte waar ze meer dan 8000 leden hebben. Wij doen heel veel pop-ups en zaken in Maasmechelen Outlet Village, net over de grens. En 1 mei nemen we weer een grote zaak in Maastricht over. Dus we zijn niet de echte horeca mensen en boeren, maar wij moeten veel meer hebben van de totale beleving. Wat gaat er dan gebeuren met de geurpoort, het torenlichaam? Het torenlichaam, dat kunnen mensen bezoeken. Hè? Daar kun je helemaal naar boven gaan. De prijs zal zijn vanaf 1 euro. Dus dat is voor iedereen nog te behappen. En dat zal een combinatie gaan met exposities, vernissages, grote dag-events promoten. Iets rondom Kerststad Valkenburg, het huis van de Kerstman, het huis van Sinterklaas. Noem het maar op. Die toren, daar moet het altijd bruisen. En bewoners kunnen ook zelf een keer de toren in? Ja, wij gaan nog een weekend bepalen dat het gewoon vrij is om naar boven te gaan een zaterdag en zondag voor de bewoners van Valkenburg om een kijkje te komen nemen. Dus als we een paar weekjes op pad zijn, dan zullen we een goede aankondiging doen. Misschien toch weer even met de camera erbij om te zeggen van, be welcome. En vanaf wanneer gaat het open? Wij streven echt naar 5 mei. Dus een kleine 2 weken, of een 2 weken, maar dan willen we wel open zijn. Op woensdag 4 mei worden om 12 uur bij de herdenkingsplaketten aan het Kerkplein in Schinnepgeul bloemen gelegd en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. 'S Avonds om 7:15 wordt een korte bezinning gehouden bij de Loertesgrot op de Kouwberg. Daarna vertrekt een stille tocht vanaf de Loertesgrot naar de gedachtenskapel boven op de Kouwberg, waar in september 1944 de verzetstrijders W. Frankotte en J. Koene door Duits geweld de dood vonden. Halverwege de route worden ter hoogte van de Joodse begraafplaats bloemen gelegd ter nagedachtenis van de Joodse oorlogsslachtoffers. Om 8:00 worden bij het monument op de Kouwberg alle die voor de vrijheid van ons vaderland vielen en alle andere slachtoffers van geweld met 2 minuten stilte herdacht. Kijk voor meer tips naar Uit in Valkenburg via tvvalkenburg.tv/uit.